Heerlijk warm thuis een Mexicaanse kapsalon. We gaan een paar recepten laten zien die heel geschikt zijn voor de delivery. Omdat ze lekker en lang warm blijven. De eerste dat we gaan maken is een burrito. Een burrito komt van de Mexicaanse woord, of Spaanse woord moet ik eerlijk zeggen, is burro. Een burro is een ezel. En een ezel die pakt alles in en die neemt alles mee. Hiervoor kan je ook een tarwe tortilla maken, maar we vinden toch dat die guacamole tortilla ietsjes ambachtelijker eruit ziet en ietsjes meer smaakvol is. Hierin gaan we het uit de aubergine warm beleggen met zwarte bonen, Mexican rice gemaakt met onze witte parboiled rice en onze Mexican rice seasoning, onze chicken tinga die kant-en-klaar per 500 gram wordt aangeleverd diepvries die gewoon ook in de aubergine warm gemaakt kan worden. Dan gaan we wat guacamole in doen. 100% Haagse avocado met een beetje ui, koriander en zout. Zonder conserveringsmiddelen, zonder verdikkers en zonder E-nummers. Wat pico de gallo. Mexican tomatensalade van tomaat, ui, koriander en limoen. Wat Mexican red sauce. Daar is echt een leuke manier om een burrito te rollen. We gaan de twee kanten invouwen. We gaan deze kant helemaal omdoen. En we gaan hem dicht trekken. Heb je een hele mooie manier om een warm maaltijd te serveren in een tortilla. Kan je hem in een aluminium bakje doen. Een deksel erop. Blijft hij heel lang warm naar de klant toe. Daar is ook een tweede stijl van de burrito. En dat heet een enchilada stijl burrito of een natte burrito. Hiervoor ga ik onze pikante salsa, een heel mooi gladde gebonden saus, over de burrito doen. Deze doe ik dan even 10 minuutjes in de oven. En dan heb je een maaltijd die nog een uur of langer warm blijft om naar de klant gebracht te worden. Zoals je kan zien is de kaas goed lekker gesmolten. De saus is lekker warm geworden. Als een beetje garnering doen we wat van de hennepsaus. En wat pico. En kijk eens, dit zie je heel graag thuis bezorgd worden. Zo, ik heb net de friet uit de frituur gehaald. Die gaan we lekker kruiden met onze parre carne mix. Die doen we gelijk in de aluminium bakje. Die gaan we dan beleggen met pork carnitas. Onze Lily Q smoky barbecue saus gaat lekker door die carnitas mooi tussenin dwarrelen. En dan wat cheddar cheese sauce van Piñata, de beste verkochte en lekkerste cheese sauce, geïmporteerd vanuit Amerika. Dan doen we een beetje ui overheen. Wat hennepsaus. Nou, dit is echt een volledig maaltijd. Als je hier niet vol van wordt, weet ik het ook niet. Heerlijk warm thuis een Mexicaanse kapsalon. Enjoy your meal!